Goedemiddag met Charlotte Hemmermans, CTO Zuid. Met Mark Meijer. CTO Zuid, het was toch CTO Eindhoven? Ja, dat klopt. Het was CTO Eindhoven inderdaad. Maar vanaf 1 januari, in de nieuwe Olympische cyclus als die start, gaan we verder onder de naam CTO Zuid. CTO Zuid, oké. Dus Frankrijk, België, Portugal, Spanje er ook bij. Dat is een hele mooie ambitie. Maar we gaan beginnen met Brabant en Zeeland. Oké, en voor wie? Ja, we deden dat al voor programma's in Eindhoven en in Den Bosch. Maar we gaan het uiteindelijk doen voor de volledige provincie Zeeland en Brabant. En dan de 2020 programma's, de 2024 programma's en de 2028 programma's. Zo, hele klus zeg. Kan ik dat ook nog ergens vinden? Zeker, zeker. Vanaf 1 januari zijn we live te volgen op www.ctozuid.nl. Op Facebook natuurlijk, ook onder CTO Zuid. Op Instagram, op CTO Zuid. En de laatste, op Twitter, ook op CTO Zuid. Nou, gaaf zeg. Heeft het ook zo warm? Jazeker, het is wel warm hè. Maar ja, ik vind het wel lekker bij de feestdagen. Dat is waar. Ik wens u en natuurlijk alle andere partners fantastische feestdagen. Een geweldig nieuwjaar, maar vooral heel veel succes in de nieuwe Olympische cyclus. Dankjewel. Ik zal het overgeven aan de sporters, aan de coaches, aan de ouders, aan de partners. En ik wens u ook hele fijne feestdagen. Oké, doei. Doei.